Goedenavond vanuit Freedom Lab bij ongeveer de 639ste aflevering van Topnames. We zijn de tel een beetje kwijt, maar in die orde van grootte ligt het. Ik zit hier helaas vanavond alleen. Mijn maatje en vaste partner Erwin Blom zit in Londen met een heel goed excuus, want zijn dochter moest vanavond live optreden bij BBC Six Radio. En dat is voor een muzikant die blijkbaar getalenteerde kinderen heeft toch wel reden om zich ook in Engeland op te houden. Dus je bent geëxcuseerd. Erwin, vanavond de gast bij ons Han de Groot. Jij bent partner van VOC Capital Partners. Hartelijk welkom. Wat doet VOC Capital Partners? Nou, VOC Capital Partners, het is eigenlijk een beetje de Nederlandse van de Nederlandse en Engelse taal. Maar wij investeren in early stage bedrijven. Dus bedrijven die echt in het begin van hun ondernemingsgroei staan. En dan idealiter hebben ze omzet. En hebben ze ook al wat omzet, namelijk groeiend naar of in de buurt van 50.000 euro per maand. Oké, dat is al een aardig bedrag. Dat is al een aardig bedrag. Ja, dus jullie zitten niet helemaal aan de voorkant niet, van de... Niet echt in de seat waar nog een man of vrouw met een idee is en een plan. Maar net als het concept bewezen is, er een klein beetje tractie is in de markt, dan hebben wij de meeste toegevoegde waarde. Ja, en kies je dan nog voor bepaalde thema's of bepaalde deelgebieden binnen de... Het gaat wel over technologie, hè? Ja. Het zijn technologie-startups. Ja. Focus je daar nog in of is het eigenlijk heel breed? Nou, eigenlijk heel breed. Want als je namelijk te veel focust, hè, dan is ons kleine landje heel erg klein en dan blijft er weer heel weinig over. Dus we zijn breed en we kijken een beetje naar de ondernemingen, de technologieondernemingen die echt meer in een bepaalde groeifase zitten dan dat we kijken naar specifieke sectoren. Oh, en wat is de reden daarvoor? Is dat financieel interessanter of is het makkelijker? Of, nou, dan, heb je, dan is het in die zin voor ons iets makkelijker, omdat we dan weten, dan hoeven we de discussies met de ondernemer niet meer te hebben over van nou, gaat dit concept nou werken of moet je nog heel veel sleutel aan het concept, of wij denken er eigenlijk anders over. Die discussie willen we eigenlijk niet voeren. We willen dat de ondernemer daar goed over nagedacht heeft, goed gevoel bij de markt heeft gekregen en dat er iets staat. Gewoon een klein machientje dat loopt. Ja, en dan komen de eerste vragen vanzelf eigenlijk op, hè, van hoe bouw ik daar nou een organisatie omheen? Ga ik dat in Nederland doen? Ga ik dat in het buitenland doen? Ja, en dan wordt de complexiteit, zeg maar, van de business wordt snel heel groot. Ja. En op dat moment vinden wij het interessant en heeft de ondernemer ook het meeste aan ons. En ja, in de eerste fase iets minder. Ja, want je zegt het wordt dan complexer. Daarvoor zit natuurlijk die hele fase waar die start-up accelerators in zitten. Ja. Van het ontwikkelen van een idee, is het valide, en et cetera, et cetera. Ja. Jullie wachten eigenlijk tot ze daar doorheen zijn. Ja. Het eigenlijk min of meer bewezen is dat het idee wel klopt. En dan breekt er gewoon een hele lastige periode aan. En dan moet echt, hè, in de eerste fase een beetje ben je eigenlijk min of meer de uitvinder. Hè? En dan word je eigenlijk een beetje de verkoper, hè? Want dan moet je met het idee de boer op. Hè? Dan moet je omzet maken, dan moet je een financiële administratie gaan voeren. En op enig moment volgt daar dan weer op dat je een soort van manager moet worden. Hè? Dus die stap van uitvinder naar verkoper, zo rondom die verkopersfase, zeg maar, waar die ondernemer verkoper is geworden, dat vinden wij interessant. Ja. Ja, hey, wat voor problemen komt zo'n start-up dan tegen in die fase? Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, je kunt het bijna een beetje omdraaien. Welke problemen komt de start-up daar? Komen ze niet tegen? Ja. Nou, ik denk wel, als ik naar mezelf kijk, ik ben 17 jaar geleden ook gestart met een start-up. Kijk, dan kom je natuurlijk eigenlijk letterlijk alles tegen. Je komt iets vooral jezelf tegen, rondom je eigen persoon. Want wat ik net zei, je begint eigenlijk een beetje als uitvender. En je wordt dan geacht op enig moment verkoper te worden. Nou, dat is voor veel mensen die uitvinder zijn in hart en nieren al best lastig. En dan ben je goed en wel verkoper geworden. En dan moet je weer manager worden, want dan heb je de eerste mensen aangenomen die iets voor je doen. Ja. Dus alleen al als je het bij de ondernemer zelf houdt, dan is wat hij moet doormaken en wat hij moet leren al gigantisch. Laat staan wat hij dan nog om zich heen krijgt. Hè. Hij krijgt natuurlijk investeerders, hij krijgt klanten uiteraard als eerste, daar begint het mee, hij krijgt medewerkers. Nou, en die complexiteit, die is gigantisch. Het zijn ook gewoon totaal andere competenties waar natuurlijk om gevraagd wordt. Dan wordt het begrepen. Maar ja, die moet de ondernemer natuurlijk in en beginnen. En daarom kijken wij ook wel een beetje naar eerste vent dan de tent. Hè. Simpel gezegd. Die heb ik eerder gehoord. Die heb je eerder gehoord. En dat is dat ook echt zo? Om die reden is dat belangrijk. Is dat ook echt zo? Ja, want ik laat me vaak
afleiden, ja. Omdat ik zelf best wel van de inhoud ben. Namelijk, ik vind het namelijk zo'n slogan, dat ja. Je denkt, ja, het zal allemaal wel. Ja, het is een beetje een cliché, het is een beetje een platitude, maar als je er... Als ik naar veel ondernemingen kijk, hè, en ik kijk in principe naar 100 ondernemingen om er eentje te doen, hè, waarvan ik denk die past bij mij. Hè, dus ik moet 100 plannen zien en lezen om één onderneming en ondernemer te vinden waarvan ik denk, nou ja, daar kan ik toegevoegde waarde aanleveren. Ja. Ik vind dat deze onderneming tractie heeft, et cetera, et cetera. Dus dat betekent dat je... Ik ben toch ook vooral benieuwd naar waar dan die klik zit. Ik vroeg net, specialiseer je? Nee, het is breed. Dus niet op thema. Ja. Waar zoek jij dan naar? Ja, dan zoek ik toch wel eigenlijk naar die vent. Maar wat ik net zei, ik laat me dan een beetje afleiden door de inhoud. Hè? Want dan ben ik helemaal enthousiast door een propositie, door een product of door een dienst of door een bepaalde visie. En dan ga ik daar helemaal in mee. En dan denk ik eigenlijk weer van handen even terug, even naar de vent. Wat is het? Deze uitvinder? Wordt dat de verkoper? Wordt dat de manager? En kan die de komende 60 maanden in ieder geval deze onderneming een bepaalde basis geven? En een beetje wie dan leeft, wie dan zorgt. Daarna komen 60 maanden, omdat dat een beetje de traditionele scope is van een investeerder. Hè? Ja. Bij jullie ook? Ja. Maar in principe, wij investeren alleen in ons eigen vermogen. Dus we hebben geen investeerders. Ja. Dus we hebben geen druk van tijd of exit-tijden of zoiets dergelijks. Maar... We kijken wel gezond naar, dat heb ik zelf ook al gedaan, naar 60 maanden. 5 jaar is gewoon een mooie periode om een plan op te bouwen en daarop te executeren. Dat is een beetje een gouden regel die ik volg. Ja. Ja. Je zei het net zelf al, je bent zelf 17 jaar geleden was jij ook een start-up ondernemer. Toen begon je had je een idee. Je begon de Matrix Lab. Ja. En, ja. Voor wie de quote niet leest, moet je misschien ook even de korte versie van de afgelopen 17 jaar doen. Dat was een bedrijfje, toen nog een bedrijfje gericht op online marktonderzoek. Ja. Zeg ik het goed? Ja. Hoe ging dat? Wat was je idee? En hoe ontwikkelde zich dat in de beginfase? Eigenlijk wat je natuurlijk veel bij start-ups ziet, het is altijd een beetje ergens een twist in zo'n hele vroege fase. Ik ben ooit begonnen met een eind jaren 90 met een browser plugin. Dus een stukje software wat je in je browser installeert. Ja. En daarmee mocht ik met toestemming van degene die dat installeerde in die browser. Dat ging toen achter een modempje en dat piepte en dat dat welke browser was dat in die tijd? Dat was... Explorer was dat was Explorer al. Ja, dat was Explorer. Ja. En dat werd net Explorer. Dat werd toen een beetje gemeengoed. Dat was een beetje de browser waar wij op optimaliseerden. En met dat kleine stukje software mocht ik met permissie al het internetgedrag van die consument via de browser en dat internetkabeltje en dat kleine modempje weer terug bij mij de server opvangen. En die data analyseerde ik en daarmee kon ik... aan grote webshops of andere internetaanbieders iets vertellen over wat die consument dan allemaal deed buiten zijn gezichtsveld. Hè? Want website-statistieken bestonden al een beetje, maar wat doet hij nou daarvoor en daarna? Dat was onduidelijk. Nou, die data die leverde ik. 1-2 jaar gedaan, 1 miljoen omzet meegedraaid. Maar toen bleek dat product wel heel erg zwaar en heel erg complex. Er was heel veel data via die browser. Ja. Moesten we heel veel analyse op doen. En dan kwamen er eigenlijk relatief eenvoudige informatie kwam eruit. Wel heel belangrijk, maar die was eenvoudig. Dat was blijkbaar wel waardevol, want je had gelijk grote klanten en flinke omzet. Ja, klopt. Daar betaalden klanten ook veel geld voor die informatie. Maar we kwamen ook tot de conclusie, en dat werd eigenlijk ook een beetje gedreven door de crisis die wat opkwam in die periode natuurlijk. Begin 2000, en alle budgetten gingen terug, de bubbel. Een aantal van onze echte internetklanten die vielen om. En toen wilden we ook ons product ook wat beter gaan prijzen. En toen kwamen we eigenlijk op de conclusie, als we nou die 100.000 mensen, die hadden we destijds, 100.000 mensen van wie we dat gedrag mogen monitoren op internet, als we die nou eens gewoon vragen stellen. Hè? We kunnen ze een e-mailtje sturen, we kunnen daarin een HTML-paginaatje maken en vragen. Hè? Want online enquête was er eigenlijk toen nog niet echt. En toen zijn we die mensen gaan e-mailen en vragen laten beantwoorden. En toen is eigenlijk bij ons de online enquête ontstaan en het internet consumentenpanel ontstaan. Ja, en daar zijn we echt op gaan bouwen en daar hebben we echt volume op gemaakt. Hè. Dus daar zijn we in de wereld internetpanels gaan bouwen en we zijn met die online enquêtes hebben we heel veel mensen vragen gesteld de afgelopen 17 jaar. Maar dus we zijn eerst begonnen met echt de hardcore
eigenlijk relatief te zware software, zijn we echt naar een, vanuit de markt, door de markt gedreven naar een, zeg maar, wat eenvoudige oplossing. En dat was gewoon een online enquête. Ja, en daar was je een van de eerste mee. Ja. En daarom kon je onderscheiden. Ja. En ja. Ik vind het wel grappig, want je zei net, nu zit je inmiddels in de rol als investeerder. We maken zo dat verhaal nog wel even af. Maar, en je zei net van, kijk, we hebben een horizon van een jaar of vijf, hè, waar we investeringen op beoordelen. En zelf heb je er 17 jaar aan jouw bedrijf gewerkt. Want ergens vorig jaar pas definitief afscheid genomen als lid van de Raad van Bestuur. Daarvoor is het al gefuseerd met grotere bedrijven, moet je zo nog maar even precies vertellen. Ja. Net zei je, als investeerder kijken naar een horizon van vijf, is dat eigenlijk niet veel te kort om een bedrijf goed op te bouwen? Eigenlijk wel, dat heb ik helemaal met je eens. Eigenlijk is het te kort. Want het is iets wat mij namelijk zo ongelooflijk irriteert aan die hele start-up en investeerderswereld. Dat moet allemaal binnen 5 jaar moeten mensen daar allemaal heel veel geld aan willen verdienen. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, waarom hanteren we geen normale termijnen? Klopt. Nee, ik vind ook, bijvoorbeeld 7, 9 jaar en 10 jaar, dat vind ik al wel weer een stuk beter dan die 5 jaar. Het is wel zo, als ik zeg 5 jaar met onze investeringen, dan vind ik dat mensen, ik vind dat je een horizon kunt hebben van 5 jaar om iets te plannen. Maar als, ben ik heel met je eens, als start-ups, ook een beetje scale-ups, rondom die 5 jaar allerlei magische events gaan verwachten. Ik heb een investeerder, ik heb een exit, ik ga geld verdienen en ik ga weer mijn volgende avontuur beginnen. Nou, als mensen dat allemaal verpakken in 60 maanden, dan is het in principe snel einde van het gesprek. Hè, ik ga ervan uit dat mensen misschien niet zoveel tijd nodig hebben als ik ervoor nodig heb gehad, 17 jaar. Maar ik denk wel dat je 7 tot 10 jaar nodig hebt om een onderneming echt van helemaal niets tot iets met waarde te bouwen. Waar de waarde ook nog eens een keer overdraagbaar is aan een derde, en die dan ook iets mee kan doen. Precies, en je dus ook kunt verkopen. Je kunt verkopen. Niet aan je persoon meer hangt, dat het een echte business is. Dat het een echte motor is, die zelfstandig draait, los van jou, en die iemand anders ook weer kan operaten, en waar iemand anders weer geld mee kan verdienen. Ja, dat is ook nog een dingetje. Het hangt vaak op 1 of 2 personen. Precies. Laten we even verder gaan met waar we gebleven waren met de Matrix Lab. Wat zijn de markante momenten geweest in die 17 jaar dat je echt een schaal hoger kwam? Of dat je, was het internationaliseren? Want dat zijn jullie op een gegeven moment gaan doen. Ja. Of zijn het samenwerkingen geweest? Hoe heeft dat gewerkt? Ja, wat belangrijk was, is we hebben de eerste switch gemaakt van echt hardcore technologie naar meer een klantgedreven online survey oplossing. Dat was een belangrijk moment, een beetje na 1 tot 2 jaar. Met die nieuwe oplossing hadden we een tweede kantelpunt, ik denk een beetje na een jaar of 4. En dat was de vraag, gaan we nu met een smalle oplossing, met een klein productje internationaal, of gaan we in Nederland nog meer omzet bouwen? Ja, veel voorkomend dilemma, denk ik. Veel voorkomend dilemma, nog steeds. Ja. Toen was het natuurlijk wel, het marktgevricht was echt bijzonder, want het was veel ellende, internetbedrijven waren omgevallen, budgetten waren relatief beperkt. Dus je moest dit soort keuzes extra zorgvuldig maken. En zeker als je een investeerder aan boord had. Ik had destijds NIBC Capital Private Equity, gewoon een investeerder aan boord. Die had een portfolio volgens mij van 60 bedrijven, waar dan toen 50 van net overleden waren allemaal. Dus er waren er nog 10 over. Dus dat zette natuurlijk ook een bepaalde wat druk op de ketel. Maar goed, we hadden het overleefd. Dus het ging eigenlijk met onze business wel goed. Maar ja, dan is dan zo'n keuze van, ga ik internationaal met een smalle basis, met een smal product, met weinig omzet? Of ga ik gewoon wat meer melken uit mijn bestaande markt en bestaande klanten? En toen hebben we ervoor gekozen, heb ik ervoor gekozen. Ik wilde eigenlijk, we hadden nog een groot gedeelte van onze investeringen op de bankrekening staan, dat was eigenlijk ongebruikt. En ik vond het gezond om dat zo te laten, dat geld op die rekening te hebben. Ons te richten op het verdienen van geld. Dus naast de omzet maken, omzet groeien, ook resultaat te gaan behalen. Dus niet meer aan het kapitaal te hoeven zitten. En met andere woorden betekent dat eigenlijk met onze bestaande klanten meer geld verdienen. Dus hoe haal ik meer omzet uit de bestaande klantrelatie die eigenlijk heel duur is om te bouwen? Ja. In essentie is dat natuurlijk, of je nou online of offline sales doet, die bestaande klantrelatie handhaven en daar zoveel mogelijk uithalen is belangrijk. Dat hebben we dus gedaan. Dus we hebben dat internationaliseren even uitgesteld. Meer omzet gebouwd in Nederland. Een winstgevende basis neergezet. En toen zijn we gaan internationaliseren. Dat was gewoon een kwestie van executie. Maar goed, dat is ook misschien leuk om daar dat thema dan ook even bij de kop te pakken. Want dan noem je iets. Je genereert dan namelijk eigenlijk gewoon je eigen groeigeld. Dat is wat je doet, hè? Vaak zien we toch, ook vind ik in het huidige tijdsgewricht, dat daar
niet altijd het accent op ligt, op verdienen. Het lijkt toch vaak nog wel een beetje het verhaal te zijn van ja, weet je, dat komt later wel. Ga nou eerst maar zorgen dat je bereik hebt en dat mensen je product leuk vinden. Die businessmodellen, joh, dat komt wel. Ja. Als ik jou zo hoor, dan zit jij daar wat anders in. Ja, nee, dat klopt. Ik vind eigenlijk, en ook nog steeds, vandaag de dag, maar je mag het eigenlijk niet meer hard op zeggen, want heel veel startups lopen dan hard weg. Dus ik zeg van, ja, maar jongens, kijk, we zitten... Ik vind Californië, ik heb een tijdje gewoond en gewerkt en ook een bedrijf gekocht, maar dat is een beetje een uitzondering op de regel. Maar heel veel andere landen in de wereld, en Nederland inclusief, is dat daar moeten we gewoon op enig moment geld verdienen. Moeten we voor investeerders... Moeten we voor het behoud van ons eigen bedrijf. Want wij hebben geen investeerders hier typisch die met grote zakken geld elke keer gaten kunnen vullen. En die bereid zijn heel grote bets te maken. Ja. Ja, dat heb je in Californië wel. Daar heb je de wereld als bereik. En daar kunnen partijen dat soort bedrijven aan blijven... aan de praat blijven houden met heel veel geld. Nou, dat kunnen wij niet. Nou, dat betekent dat je bij ons, vind ik, vrij snel moet weten hoe je een normaal huishoudboekje runt. En dan heb je omzet, en dan heb je kosten, en dan hou je iets over. En ik vind het niet erg als een bedrijf je tijdelijk even in de min gaat en dat heel bewust doet. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat ze weer terug kunnen komen naar dat break-even punt en dat ze weten hoe ze geld moeten verdienen. Ja. En relatief snel. Relatief snel. Maar zolang het maar allemaal, zolang de mannen maar weten wat ze doen. Hè? Wat je heel veel ziet, hè? Als er heel veel geld verbrand wordt, dan gaat dat geld naar alles toe. Hè? Nou, worden daar klanten mee geacquireerd. Hè? Dan gaat een online marketingcampagnes waar tegen een bepaalde prijs een klant binnen wordt gehaald. Ja. Daar worden extra mensen op online marketing bijvoorbeeld aangenomen. Daar volgen meer mensen in de operatie, meer mensen in finance. Er zit een HR-manager op een gegeven moment. Grote kantoor, betere locatie, uitstraling. Dat moet er allemaal fancy uitzitten. Voor de cultuur en voor de vibe. En dan krijg je gewoon klassiek gewoon wat vet op zo'n onderneming. Nou, dat weten we allemaal. Dat is fysiek ook lastig. Als je het helemaal dat vet erop hebt zitten, is het best lastig om dat eraf te krijgen. Dat is niet heel moeilijk, maar eraf krijgen is lastig. En dat is bij een onderneming precies zo. Als er eenmaal die luxe eraan zit, dan is echt weer topsport gaan bedrijven en weer helemaal fit zijn, dat is wel wat lastiger. Oké, dus als investeerder is dat voor jou belangrijk. Ja. Dan even terug naar de ontwikkeling van de Matrix Lab, jouw eigen bedrijf. Je zegt, wij wilden eerst meer geld verdienen met onze bestaande klanten. We wilden rendabel zijn, onze eigen groei financieren. Dat hebben jullie gedaan en toen zijn jullie pas naar het buitenland gegaan. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Want dat is ook zo'n moment, hè? Dat was zeker een belangrijk moment. Hè. Dat begreep ik. Het was ook natuurlijk in die tijd weer. Hè. Daar had je zo'n Business 2.0, een Business 2.0 belangrijk tijdschrift. En daar stonden alle grote internetondernemingen in. En dan was het Go Global of Go Nowhere, zoiets. Hè. We stonden altijd op die... Dat was het paradigma, Dat stond een beetje daar groot voor op die dingen. Dus de Global, dat hoorde er gewoon bij. Dat zat er dus bij ons ook wel echt in. Maar wel dus vanuit die winstgevende basis. Ja, en dan heb je natuurlijk bij het internationaliseren heb je die belangrijke keuzes. Doe ik dat nou helemaal zelf? Doe ik dat met een partner? Als ik het zelf doe, doe ik het dan met één man die iets opbouwt en ga ik dan de tweede, derde, et cetera? Of ga ik er meteen een teampje in zitten en neem ik echt zwaar de kosten die voor de baat uitgaan internationaal? Ja. Nou, als ik dan één land doe waar ik stevig op investeer, dan kun je dat niet in twee, drie andere landen tegelijkertijd doen. Dus dan gaan in één keer heel veel vragen. En dan moet je gaan kiezen. Precies, dan moet je keuze gaan maken. Wat ik gedaan heb, is eigenlijk altijd het meest eenvoudige en brave model. Is gewoon één man aannemen in een land. Die werd zeg maar een beetje de managing director van het land in zijn eentje. Hè. Dus dat was weinig de directere, maar dat is toch wel belangrijk voor degene. Het begon natuurlijk met aanwezigheid, sales, En dat begon met precies. En dan met die ene vent, dan zorgen dat je daar de omzet haalt die je weet dat je uit met zo'n man en vrouw kunt realiseren in dat land. En dan nummer 2, 3, 4 en 5 erbij. Het lukt niet altijd. Hè. Sommige markten waar de concurrentie heel groot is. En waar je echt wat presence moet hebben, waar je eerst ook mensen uit de operatie moet hebben, marketeers erbij moet hebben en een teampje van 4, 5 man moet vormen voordat je bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk in kunt gaan. Ja, dan wordt het iets lastiger, want dan heb je te maken met een stevige investering. Bij mij waren de investeringen goed te overzien. Ik wist precies wat ik in een land aan omzet kon bouwen met één persoon. Ja. En zo kon ik dat schalen. Maar dan maak je... Oké, dan krijg je een langzame uitbreiding. Ja. Toch is het op een gegeven moment bij jou ook veel sneller gegaan. Je bent op een gegeven moment bedrijven gaan acquireren. Dat lijkt me best een stap.
Ja, dat was ook best een uitdagende stap. Maar dat is natuurlijk de tweede strategie, hè? Als je niet die langzame groei zelf gefinancierd, zoals in jullie geval aan het begin, dan moet je echt gaan acquireren. Ja. Wat was toen de overweging om dat te doen? Want hier heb je zo'n mooie Foomstone liggen. Dit was niet de eerste acquisitie die je hebt gedaan, maar wel een hele belangrijke. Hè? Jullie hebben op een gegeven moment Market Tools gekocht, een bedrijf in Amerika. Ja. Die deed hetzelfde als wat jullie deden? Precies hetzelfde. Ja. Ook eind jaren 90 gestart. Dit zijn van die dingen die geef je dan aan elkaar, hè? Die geef je aan elkaar. Dat weet niet iedereen, maar als je een bedrijf koopt, dan maakt de koper en de verkoper die maken erin. Precies. En die geef je aan elkaar. Ja. En eigenlijk de adviseurs. Maar vertel eens, de adviseurs die daar de grote rekening in sturen. En, naar legal advisors zijn. De M&A specialist. Die dan eigenlijk dit ding geven en tegelijkertijd de rekening erbij. Hè? Zo werkt dat een beetje. Daar krijg je dit soort mooie gedenkstenen van. Dat zijn de heren van Rothschild en Rothschild was bij ons de adviseur. Die aan onze kant hielp, de verkoper werd geholpen door een Amerikaanse adviseur. De Silva Phillips. Ja. 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 Maar wat ik op een gegeven moment ben gaan doen, omdat je die... ik dacht, ik kan de groei versnellen door nog meer te gaan investeren in mensen waarvan ik niet allemaal helemaal weet wat ze gaan opbrengen. Ik kan ook kijken of ik een bedrijf kan vinden wat hetzelfde doet als wat ik doe, maar wat ik iets slimmer kan operaten en wat ik kan kopen. Maar als ik het dan koop, weet ik in ieder geval dat ik de omzet heb. Ja. Dus dat was zeg maar, is ook een beetje, voor mij was het een vorm van internationaliseren. Ja. Hoe kan ik snel en met een markten, klanten toevoegen. Precies. En met een risico waar ik zelf comfortabel bij me bij voelde. Nou, en dat heb ik gedaan met een aantal overnames, zes in totaal. En die hebben ervoor gezorgd dat we volume kregen in de markt. Hè. Bijvoorbeeld in de VS zijn we gestart. Daar hadden we op enig moment $4 miljoen omzet. Wel gedreven door één grote klant zat daarachter, Microsoft. Dus dan wist je altijd van, ja, met één grote klant, dat kan een keer helemaal zo. En dan is iedereen Hosanna, maar dat kan ook een keer zo. Ja. Hè. Dus dat is het verhaal bij één klant. Maar vanuit die basis, dat succes gekeken, nou, kunnen we nou niet naar een bedrijf kijken wat precies hetzelfde doet. Wat zeg maar respecteert dat we die ene klant hebben gewonnen, waar we een mooi Amerikaans verhaal van kunnen maken. En daarmee naar binnen en dan kijken of we iets kunnen kopen. Ja. En zo hebben we dat gedaan. Toen had ik al een paar gedaan, dus we wisten een beetje hoe het werkte. En toen hebben we Market Tools gekocht. En daarmee kochten we $40 miljoen omzet bij. Ja. Ja, en dan is het natuurlijk zaak, kun je die deals zo creatief mogelijk doen, dat ze je niet al te veel cash kosten. Ja. Dat je en dan laat je heel goed adviseren en zorgen dat je de juiste mensen hebt. Maar dan moet je toch wel je eigen als ondernemer ook weer, je wordt uitvinder, je wordt uithandelaar, je wordt manager. En als je dan zoiets weer wil doen, dan moet je een beetje een soort van overnamespecialist zijn. Want als je adviseurs, die willen natuurlijk transacties doen. Die zijn natuurlijk niet primair zo gebaat bij of jij nou... Precies. Wat je eigenlijk zegt, en ik neem aan dat je dat nu ook in je huidige rol als investeerder... Want je met het geld wat je uiteindelijk hebt verdiend met je bedrijf... door het uiteindelijk weer te verkopen of te fuseren, hoe je het ook wilt noemen. Maar ben jij jouw fonds begonnen en de ervaringen die jij die afgelopen 17 jaar hebt opgedaan... die gebruik je natuurlijk nu... In wat je doet. Ja. Maar eigenlijk zeg je moet eigenlijk van alle markten thuis zijn. Ja. Als jij een starter begint, je noemt die rollen, weet je wel, dat begint met uitvinden, manager. Maar eigenlijk zeg je van zelfs een overname moet je ook eigenlijk zelf doen. Ja. En die adviseurs, weet je, gebruik ze waar ze voor nodig zijn. Ja. Maar je moet zelf de vinger aan de pols houden. Ja, je moet altijd. Precies, ja. En ik vind ook dat je bij die overnames, dat is weer een apart. En zo vind ik ook, maar dat komen we misschien nog over te spreken. Maar het verkopen van onderneming is ook echt een aparte tak van sport. Dat moet je ook leren als ondernemer. Een ondernemer die tegen mij zegt, van, god, Han, ik ben nou bijna in die exit. En ze hebben interesse. En dan denk ik altijd, prachtig, hartstikke goed. Ja. Maar dan denk ik altijd, doe het eerst maar twee keer. Waarschijnlijk mislukken twee keer. En de derde keer dat ik het verhaal nog een keer van dezelfde vent hoor, dan denk ik, nu gaat die lukken. Daar heb je een paar keer voor nodig. Ja. De meeste ondernemers met een succesvol exit, die hebben ook vaak, als je het eerlijke verhaal hoort, een aantal keer daarvoor minder succes gehad. Ja, en wat is daar de crux in? De tijd vliegt hier altijd aan tafel. Hè? Dus we hebben nog 5 of 10 minuten. Ja. Dan gaat dat heel snel. Ja. En wat is dan de crux van het kunnen verkopen van je bedrijf? Nou, ik denk... Uit jouw ervaring, hè? Want nogmaals, 10 andere lessen misschien. Maar ja. Nou, wat jouw ik net zei, je moet er gewoon een paar keer doorheen en dan lukt het net niet. Hè? Ja. En waar komt dat dan door, dat het niet lukt? Nou, het is vaak een combinatie. In het begin heb je ondernemers, die hebben dan te hoge prijsverwachting. Of die hebben nog
te weinig afstand van het bedrijf, te veel in het bedrijf. Heel veel. Want je moet ook klaar zijn om er afstand van te doen. Je moet afstand van doen, maar ook heel veel kopers die denken natuurlijk van wacht even, zometeen verdwijnt er van deze portemonnee verdwijnt er iets in jouw zak. Ja. En wat gaat die ondernemer dan doen? Ja. Gaat hij dan door? Hebben we hem nog nodig? Dus daar gaan allerlei scenario's losgelaten worden als die ondernemer nog te belangrijk is. En wat veel ondernemers natuurlijk altijd prettig vinden, ook in een verkoopproces, een hele bekende val, dan gaat een ondernemer natuurlijk... Jongens, jullie zijn mijn bedrijf, ik vind het zoveel waard en dit zijn mijn mensen en wij gaan met elkaar eens even het gesprek aan over deze verkoop. Meteen, terwijl dat voor de koper gelijk een risico is. Voor de koper denk ik, god, ik zie liever... Voor de koper kun je waarschijnlijk beter zeggen, joh, dit is mijn bedrijf, ik kom er eigenlijk nooit meer, maar het loopt fantastisch. Maar het loopt fantastisch. Ja. En dit zijn mijn managers, ik vind het leuk jullie te zien. Maar ik hoor het wel als het rond is. Precies. En ik stel je nu voor aan mijn directeur, mijn financiële man. Een operationeel directeur en die hebben een prachtige presentatie, want zij leiden dit bedrijf iedere dag. Precies. Ja. Eigenlijk is dat de beste pitch, maar voor veel ondernemers gewoon ook wel lastig. Ja, en het zit niet in het gemiddelde ego van een... Zit niet in het gemiddelde ego van een DGA, nee, klopt. Hey, dan even helemaal terug naar het heden. Je runt nu je eigen investeringsfonds. Heel vaak is er kritiek op Nederlandse ondernemers dat ze... met hun geld ergens op een strand op de Bahama's gaan liggen en vooral veel huizen in zonnige andere landen kopen. Ja. En niet het geld weer terugstoppen in het ecosysteem, zoals dat dan heet, voor wat het waard. Dus jij kiest ervoor om dat wel te doen. Waarom? Ja, ik vind echt, ik heb een tijdje in Amerika gewoond, hè, om dit bedrijf Market Tools te runnen en te integreren. Ik heb ook nog een tijdje in Azië kort gewoond. Hè, dus mijn bedrijf is gefuseerd met een Japans bedrijf. En dat is 2 weken geleden naar de beurs gegaan in Tokio. Dus je bent er inmiddels helemaal uit, hè? Ik ben er inmiddels heel uit. En het grootste deel van mijn belang heb ik ook op de beurs verkocht recent. Maar... Ja. Dan ga je natuurlijk ons kleine, prachtige landje natuurlijk veel meer waarderen dan ik ooit heb gedaan. Dus ik vind ook echt hier ook nu weer met die prachtige start-up cultuur die er is. Ja, dat is ongelooflijk. Daar zetten we onszelf mee op de wereldkaart. Hè. Amsterdam wordt nu ook in mijn vak natuurlijk een beetje data-vak. Dat is nu een data science center wordt er in Amsterdam opgericht. De Universiteit van Amsterdam heeft daar een belangrijke rol in. We hebben natuurlijk Delft, we hebben Eindhoven. Ja. We hebben natuurlijk een prachtig klein landje waar we ontzettend veel kennis hebben. En als we daar ook gewoon in dat ecosysteem de juiste investeerdersmentaliteit hebben. En ook een aantal mannen of vrouwen die bets durven maken. Die echt durven zeggen met elkaar, nou, we gaan echt op deze onderneming inzetten. Dan geloof ik wel dat wij hele grote successen kunnen boeken. En dan zijn dat niet zozeer de bets op die start-ups, want dat zijn echte gokken, maar gewoon op de scale-ups. Dus gewoon de bedrijven die dus al echt staan, die al enkele miljoenen of misschien al 10 of 15 miljoen omzet hebben. Yep. En die dan naar 50 miljoen trekken, of die naar 100 miljoen omzet trekken. En daar is ook juist jouw ervaring natuurlijk heel relevant. En dat vind ik leuk en dat kan. Hè, zit dat je er kan. Dan, noemen ze een bedrijf die je ontzettend leuk vindt dat je daar aandelen in hebt? Zonder andere tekorten te doen hoor. Maar... Nee, precies. Nee, ik heb in een negental bedrijven ben ik investeerder. Ik heb een mobile marketing bedrijf, Creative Clicks. Mm-hmm. Ja, dat doet het prachtig. Het gaat richting de 100 miljoen omzet. Ja, die mannen die weten gewoon wat ze doen. En die bouwen dat met 50 mannen vanuit Amsterdam. Ja. En... Hey, wat voor soort investeerder ben je dan? Ben je iemand die elke week op de stoep staat en de hele dag loopt te bellen? Of hou je enige gepaste afstand? Nou, ik hou gepast af. Ik heb zelf geleerd hoe je dat ervaart als je zelf op de ondernemersstoel zit. Daar zit niet iedereen altijd op te wachten. En ik vind juist op de momenten die er te doen, dat is belangrijk. Dus als ik met een ondernemer zaken doe, dan heb je van die, ik noem het groeimomenten. Voor de eerste keer dat je een belangrijke je CFO aanneemt. Of de eerste keer dat je het eerste land naar het buitenland gaat. Of de eerste keer dat je een overname doet. Of de eerste keer dat je alle belangrijke strategische keuzes. Echt die dingen en die dingen die je ertoe doen. Dan moet een investeerder, vind ik, er zijn. Niet alleen aanwezig zijn, maar ook met de juiste raad en daad erbij staan. En dat zie je nog bij investeerders, een beetje de bankers. Hè? Dat zijn de mannen die echt gewoon met geld zijn. Die draaien op de rapportage en de discipline. En het is ook heel belangrijk, want de discipline moet er zijn. Maar echt op die cruciale groeimomenten met je eigen verhaal een ondernemer spiegelen. En zeggen, nou, dit heb ik gedaan, dit zou je kunnen doen. Hè? Want je moet ook vooral niet zeggen wat hij moet doen, vind ik. Ja. Maar gewoon je eigen verhaal vertellen. En dat vind ik als investeerder zeg maar, een van de belangrijkste rollen die je te vervullen hebt. Ja.
En jij roemde net de Nederlandse start-up cultuur en de manier waarop dat hier gaat, als iets waar we ons internationaal mee op de kaart zetten. Ja. Ik heb zelf ook wel eens het idee dat het een ongelooflijke bubbel is en dat het meer gaat over lifestyle dan over innovatie en zaken doen. Ja. Zie jij dat ook? Of? Ja, nou, er zit wel weer enige, zeg maar, een beetje economisch gezien wel weer wat gelijkenis in de periode waar ik in startte. Hè. Dus in begin 2000 was het natuurlijk, eind jaren 90 was ook een beetje deze vibe en dit gevoel. Alleen ik denk dat er het grote verschil met toen was dat we toen technologie echt overhyped hadden. Dus we verwachten er veel meer van dan het kon leveren. Vandaag de dag kan heel veel technologie die we hypen ook al echt al heel veel. Hè? Ja. Of het nou de robotica begint, artificial intelligence is gewoon. Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen. Er is natuurlijk een flink aantal technieken die echt aan het doorbreken zijn. Die zijn echt aan het doorbreken. Waar we de impact nog niet half van kennen. Precies. Ja. En dus we hypen wel, maar volgens mij overhypen we nog niet. Maar het is absoluut waar wat je zegt. He, start is toch een beetje een lifestyle. Als ik kom soms op prachtige kantoren en daar denk ik, daar zie je dan mensen in allerlei prachtige, exotische stoelen en netten en plekken zitten en liggen en lezen en iets start-up-berichts doen. Hè? Ja. Dan denk ik wel, ja, dat is wel een beetje lifestyle. Maar ik vind daarmee, als het dan aantrekkingskracht heeft op heel veel mensen, dan gebeuren er ook dingen natuurlijk. Hè? Dus ik vind die goede cultuur en die lifestyle waar mensen zich prettig in voelen, ja, dat is wel ook een beetje de basis van lekker starten met elkaar. Hey, tot slot. Welk bedrijf wat zit te kijken die een investeerder zoekt, mag jou straks bellen? Waar moeten ze aan voldoen? Nou ja, 50.000 euro omzet eigenlijk een beetje. Dat is een makkelijk criterium als het daar aan voldoet. Dat haal ik net niet. Goeie vent. In mijn eentje. Een goede vent. Ja. Goeie vent, dat haal je. Dat komt wel goed. Dat haal je. Ja. En een beetje die rollen. Een beetje de uitvinder, de verkoper en de manager in één. Dat, plus dat financiële criterium dan. Dan hoor ik het graag. Oké. Okay. Hey, hartstikke leuk. Dank voor je komst. Graag. We zien je graag nog eens terugkomen als je een interessante investering hebt gedaan of anderszins nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. Dank je wel. Doen we. Afgesproken. Dat was dan weer deze aflevering van Topnames. Voor wie live zit te kijken, gaan we zo meteen verder met een nieuwe uitzending, zoals elke week. Te gast YouScout voor een start-up hier uit Nederland op het gebied van sport. Wij danken zoals altijd onze sponsoren Bier & Co. Die zorgen voor de drank. Ik drink vandaag de Mannenliefde. Heel tegen mijn gewoonte, maar ik vind hem toch eigenlijk wel iets lekkerder dan ik had gedacht. De regelmatige kijkers weten dat ik eigenlijk nooit bier drink van onze sponsor. Maar goed, dat maakt niet uit. We zitten in Freedom Lab. Ook bedankt voor de steun. We danken 2ML voor de hosting van onze website. En natuurlijk StreamZilla. De partij uit Groningen die altijd zorgt voor de streaming en zorgt dat deze uitzending ook live bij jullie terechtkomt. Dank voor het kijken. Blijf hangen. Dag.